iedereen, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En deze keer is het een AliExpress unboxing en try-on shoplog. Dat is een hele lange naam. Ik hoop dat dat in de titel gaat passen. Maar dat is het wel. Ik heb voor het eerst bij AliExpress besteld. En het leek me leuk om eventjes te gaan kijken de dingetjes die ik heb besteld. Of het ook is wat je denkt dat je gaat kopen. En ik heb ook wat kledingitems besteld. Dus die ga ik ook meteen aan jullie laten zien. Om te laten weten of het een beetje past en wat de kwaliteit is en dergelijke. Dit zijn alle dingetjes. Het zijn 6 verschillende bestellingen die ik heb gedaan. In totaal heb ik er trouwens 7 gedaan. Maar ik wacht nog op het allerlaatste item. En die is helaas nog niet binnen. Dus mocht jullie het leuk vinden om zo'n shoplog te zien. Geef me vooral even een duimpje omhoog. En dan weet ik dat ik vaker van dit soort shoplogs kan doen. En dan kan ik het item waar ik dus nog op wacht in de volgende shoplog meenemen. Maar voor nu heb ik in ieder geval 6 andere leuke dingetjes. Die kan jullie gaan laten zien. Dus als je benieuwd bent naar wat ik heb geshopt, blijf dan vooral kijken. En deze video heb ik trouwens te danken aan Tara. Want die vertelde mij dat AliExpress een samenwerking is aangegaan met PostNL. Waardoor de verzending veel sneller zou zijn. Dus ik dacht, nou, dat wil ik wel eventjes uitproberen. Want ik ben niet zo van dat ik heel lang wil wachten op mijn spulletjes. En ik kan zeggen dat het inderdaad snel is. De meeste items kreeg ik echt binnen 1,5 week, 2 weken al binnen. En er was nog een enkeling die er iets langer over deed. 3 weken, maar echt niet langer dan dat. Op natuurlijk het ene item na. Maar ik moet zeggen dat de verzending dus inderdaad echt super snel was. Dus dat vind ik echt een super leuke plus. Dus ik ga ze gewoon gelijk nu eventjes uitpakken. Oh ja, dit is ook meteen het kledingstuk dat ik heb besteld. Komt gewoon in zo'n plastic zwarte zak. En omdat de zomer eraan komt, dacht ik dat het wel leuk was om misschien een soort van beachachtig jurkje te shoppen. Dus dat is deze. Hij is van zwart kant. En hij ziet er zo op het eerste ogenblik kort uit. Is het echt kort? Ik ga hem zo meteen voor jullie aandoen, dus dan zien jullie die clipjes. Maar hij ziet er zo uit. Hij is wel helemaal doorzichtig, dus het is echt een beachjurkje. En het kant ziet er wel heel erg mooi uit. En hij heeft dan bijvoorbeeld van die open schoudertjes en dan verder zijn deze mouwtjes denk ik 3/4 tot ietsje langer dan 3/4. Hij is wel lekker luchtig en neemt helemaal niks in, dus het is wel echt perfect om mee op vakantie te nemen, want je kan het echt zo in je hand proppen en het kreukt niet, dus dat is super. Maar ik ga je nu eventjes laten weten hoe die staat en wat ik er verder van vind. En dit is het jurkje aan. Ik ben er echt heel erg over te spreken. Hij past eigenlijk gewoon heel erg goed en het kant is ook niet te lang of zo. Ik vind het echt wel heel erg mooi. Het is zeg maar kort, maar ja, het is een beachjurkje, dus dan vind ik dat wel kunnen. En de mouwen zijn inderdaad iets langer als een 3/4, maar dat is ook wel weer lekker. En ik vind het echt zo'n perfect ding om zeg maar aan te doen als je even een ijsje of zo gaat halen. En je wilt niet helemaal zeg maar in je bikini rondlopen. Deze vind ik wel echt het geld waard. Dus als je ook op zoek bent naar zoiets, dan kan je zeker hier checken. En ze zijn er ook vaak in het wit. Maar ik vond zwart wel heel erg mooi. Ga ik verder naar het volgende item. En dat zit in deze envelop. En dat zijn deze. Oeh, ze zien er heel erg mooi uit. Dit zijn rose gold kwastjes. En ik vond het gewoon super mooi eruit zien. 4 verschillende soorten. En ik denk dat ik... Ja, het zijn eigenlijk allemaal een beetje oogschaduw kwastjes. En deze ziet ook wel echt heel erg mooi uit. Voor in de crease. Oeh, en hij voelt best wel fluffy en zacht. Dus even allemaal uit de pakking halen. Oké, als ik ze echt zo vasthoud, dan heb ik wel iets van... Het voelt wel aardig goedkoop aan. Het is volledig plastic. Maar als je ze echt zo op eerst een ogenblik ziet, vind ik ze wel echt heel erg mooi eruit zien. En ik moet even eerlijk toegeven dat ik ze vooral heb gekocht omdat het me heel erg mooi leek voor op foto's, flatlays. Of als ik bijvoorbeeld een make-up mando heb op onze blog geplaatst, dan staat het super mooi voor in een foto. Dus echt, vooral heb ik ze daarvan gekocht. Maar ze voelen wel echt heel erg lekker zacht en lekker aan. Dus ik denk dat je hier ook wel echt je make-up goed mee aan kan brengen. Dus ja, hier ben ik wel heel erg tevreden mee. Volgende item zit in deze doos. Dit is de enige doos die ik trouwens hier heb. Oeh, en dit is namelijk mijn volgende kwastenbestelling. En dat is een hele set. Dit is de set en ik krijg er blijkbaar ook nog een heel mooi tasje bij. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Dan kan je ze dan in bewaren als je bijvoorbeeld op reis gaat. En ik heb een set besteld met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschillende kwasten. En ik denk dat je wel kan zien waarom ik deze heb besteld. Het zijn echt net unicorn kwasten. Ik vind ze er echt super mooi uitzien. En ik ga ze ook eerst even uit de verpakking halen. Tada! Oeh, ik vind ze echt zo ontzettend leuk. De kleurtjes.
Ook deze voelen weer echt super zacht aan. Vooral deze. Die is echt mega. Kun je lekkere poeder mee aanbrengen. En ik was ook vooral heel erg benieuwd naar deze. Die is wat meer puntig aan de bovenkant, maar wel heel erg fluffy. Dus het leek me wel heel erg mooi om een highlighter mee aan te brengen. Ze voelen echt super, super zacht. Ook deze zijn wel weer echt van dat plastic. Plastic is het. Het is geen metaal. Misschien dat bovenste wel. Maar verder is deze hendel gewoon helemaal plastic. En het voelt een klein beetje goedkoop aan. Dat zal ik eventjes eerlijk zeggen. Maar ze zien er wel echt super leuk uit. Ook weer heel erg leuk voor op foto's natuurlijk. En omdat ze heel erg zacht aanvoelen, denk ik ook dat ze wel heel erg leuk zijn. Of fijn zijn om je make-up mee aan te brengen. Ik zie een paar losse haartjes. Ja, ik heb voor deze set ook echt niet veel betaald. Dus ik vind het wel echt heel erg leuk te uitzien. Je had trouwens keuze uit nog veel meer verschillende kleuren, soorten. Ik heb gewoon deze gekozen, want die vond ik de mooiste deal hebben qua geld. En dit kleurtje vond ik echt heel erg leuk. Volgende item zit ook weer in een zak. Oh ja, ik moet heel veel nadenken van wat heb ik ook weer besteld. En dit ziet er echt al op het eerste gezicht heel erg anders uit dan ik had gedacht. Ik was namelijk van plan om gewoon een soort van joggingbroek te bestellen. En wat ik hier heb is echt een heel ander soort stofje. Ja, het is echt super, super, super stretchy. Maar het heeft meer een soort van het gevoel van een jeans, maar ook weer niet. En ik heb een maat M besteld, dacht ik. Ja, maat M. Dit is geen maat M. Denk ik. Dit is denk ik echt een S'je. Dus ik heb geen idee of ik die inpas. Nogmaals, ik ga deze zo meteen aandoen. Dus dat zien jullie zo in een seconde. Wat ik wel weer mooi vind, is dat ze echt de zakjes aan de voorkant zitten. Daar past dan echt, ja, haast niks in. Maar dat vind ik dan wel weer mooi. En hij is ook echt super kort volgens mij. Ja, ik denk dat dit wel lastig wordt. Oh ja, klopt. Ik zie nu in één keer, er zitten namelijk van die scheuren in. Ik zie ze bijna niet, omdat ze echt super, super klein zijn en smal. Maar dat is ook... Nu eventjes op de aanvideo laten zien hoe deze bij me staat. En dit is de broek. Ik denk dat jullie wel gelijk kunnen zien dat die echt super kort is. Het is zeg maar niet eens meer een enkelbroek, maar echt gewoon een driekwartsbroek geworden. En ik heb hem wel heel hoog zitten, zoals je hier kan zien. Maar dat moet wel, omdat anders het kruis zeg maar heel laag hangt. Dus het is zeg maar een model dat wel hoog hoort. Dus ja, zo ziet hij eruit. Ik weet het niet hoor. Het is op zich wel geinig hier met van die touwtjes aan de voorkant. Ik weet niet of je het kan zien. Oh, hier kun je ze zien. En een soort van mini zakje. En qua maat matcht die of kan die op zich ook wel. Omdat die gewoon heel erg stretcht. Maar ben je lang en ik ben niet eens echt heel lang. Ik ben 1,68 meter. Dan is dit echt niet echt een goede stijl voor jou. Op zich kan het nog wel. Dit is zeker niet iets wat ik echt meteen in de prullenbak hoef te gooien of zo. Gelukkig. Alright, let me know what you think. Volgende item zit ook weer in een zakje. Het is wel echt super leuk om al deze spulletjes gewoon nu in één keer uit te pakken. Oh yeah. Voor bij mijn kwasten heb ik deze gekocht. Dit is namelijk zo'n schoonmaakmaat. Deze heeft van die zuignaapjes op de achterkant. Dus die kan je gewoon heel gemakkelijk in je wasbak leggen. En daar laat je gewoon water overheen lopen. Je doet er een beetje zeep op. En door al deze reliefjes die erop zitten, kan je dus je kwasten schoonmaken. En het leek me wel heel erg leuk om een keer zoiets uit te proberen. Ik kende dit concept al langer. Alleen, ja, bij AliExpress heb ik het nu eindelijk gevonden voor echt super weinig geld. Dus ik dacht, nou, dan wil ik het wel uitproberen. Want je kan natuurlijk ook op andere manieren je kwasten schoonmaken. Maar voor dit geld dacht ik, dan wil ik het wel gaan aanschaffen. Hij ziet er echt super leuk uit. Hij had hem in verschillende kleurtjes. Maar deze soort van paarse roze, die trok mijn meeste aandacht. Ik ga hem zo meteen eventjes uitproberen om te kijken of hij ook echt een beetje blijft plakken in mijn wasbak. Maar dit lijkt me, ja, dit voelt echt in ieder geval prima aan voor dat geld. Dus hier ben ik heel happy mee alvast. We zijn aangekomen in mijn badkamer en ik heb hier de mat. Dus als het goed is kan ik die gewoon zo plakken of moet het een beetje nat zijn? Ja, ik denk dat ze... Oh, deze plakt wel. Ik denk dat ze een klein beetje nat moeten zijn. Maar wil je hem niet per se zo plakken, dan kan dat ook. Op zich, misschien is het zeg maar het idee dat je het zo plakt. Dan loopt het water er ook beter van af. Ik heb hem dus nu wat meer zeg maar tegen de bovenkant aangelegd. Dan kan het water er beter aflopen.
Ik heb hier dirty kwasten en ik heb hier even gewoon zeepje. Volgens mij kan je het best gewoon iets van babyzeep of babyshampoo of wat dan ook gebruiken. Maar dat heb ik nu even niet. Dus ik doe gewoon even een klein beetje zo hierop. Maak even mijn kwast zo nat. Dus ondersteboven. En dan kan ik er zo overheen gaan. Ik vind de mat nog een beetje droog. Dus ik heb het gevoel alsof het nog niet heel goed werkt. Maar misschien kan ik het toch anders doen. Bijvoorbeeld op deze manier. Dan kan ik er wat meer water op laten lopen. Ja, want de mat moet wel echt nat zijn. Wil je het zeg maar een beetje uit kunnen krijgen. Gaat volgens mij wel goed. Nou, ik geef deze wel een duim omhoog. En dan kan ik mooi dit weekend even al mijn kwasten gaan lopen schoonmaken. Joe! Volgende item is een best wel grote zak. En ik weet even niet meer uit mijn hoofd wat dit ook weer is. Ah, ja, ik weet het. Ik heb namelijk speciale zakken besteld. Zo zien ze eruit. Speciale zakken besteld die je in je koffer kan leggen. En dat je daar weer zeg maar de spulletjes in doet die je mee gaat nemen. Bijvoorbeeld als je op reis gaat. En dit is zo'n zak. Dit is de grootste die erbij zit. En je had hem ook weer in verschillende kleuren. Maar ja, ik was volgens mij echt heel erg in zo'n roze mood. Want ik heb ook gewoon voor de lekkere felle roze gekozen. Ruikt een beetje sterk. En het leuke aan dit soort zakken is dat ze precies in je koffer zouden moeten passen en naast elkaar. En dan in elke zak kan je weer wat anders doen. Dus dit is de grootste, dus daar doe je dan waarschijnlijk wat kleding in. Maar dan heb ik hier ook nog wat andere maatjes, zo is deze wat kleiner. Die past dan echt naast die andere als het goed is. Gewoon even kijken of dat zo is. Want deze is dan zo breed. Kan die dan zo of zo? Anyways, in ieder geval, het zou echt heel netjes in je koffer moeten passen. En hierdoor kan je dus gewoon heel georganiseerd spulletjes in je koffer doen. Tara die complimenteert mij altijd op dat mijn koffer zo ontzettend georganiseerd is. En ik denk als ze deze video ziet, dan denkt ze, oh my god, ze gaat nog verder. Ja, ik ga nog verder, want ik vind het wel heel... Ja, ik hou gewoon heel erg van zakjes en tasjes en doosjes en dingetjes. Dus toen... Ja, ik had hier een keer over gelezen en dacht ik, oh, dit wil ik echt een keer hebben. En daar is AliExpress wel perfect voor, want die verkopen dat dus. En in dezelfde set zitten ook nog andere. Ik heb hier een laundry pouch. Deze is wat groter, dus hier kan je bijvoorbeeld je ondergoed in doen, maar bijvoorbeeld ook vuil ondergoed. Hier heb ik nog zo'n travel tas. Deze is trouwens ietsje groter, dus ik heb zeg maar... Een kleine, een middel en de grote. En dan heb ik hier nog een keer twee pouches. Deze is ook echt best wel groot en deze is weer wat kleiner. Dus dan kan je gewoon in elke wat doen wat jij wilt en wat er het beste in past. Dus ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende tasjes. En die zouden dus allemaal heel goed in mijn koffer moeten kunnen passen. En dat leek me heel erg leuk. Toevallig ga ik over anderhalve week ongeveer richting Malta. Heb ik heel veel zin in. Dan neem ik natuurlijk weer mijn koffertje mee. Dus ik kan meteen deze gaan uitproberen. En ja, ik heb er zin in. En ik denk dat ik nog meer georganiseerd kan zijn op mijn reis. Maar ik ga jullie natuurlijk eerst nog eventjes in deze video alvast laten zien hoe deze dingetjes in mijn koffer passen. En of het een beetje matcht. Dus dat gaan jullie nu zien. Nou, welkom bij mijn koffertje. Dit is de allergrootste. Ik had hem net ingelegd en dan past hij. Dan neemt hij eigenlijk al gewoon mijn hele koffer in beslag. Dus misschien is deze meer geschikt voor zeg maar echt zo'n grote koffer. Dit is echt mijn handbagagekoffer. Ja, en ook aan deze kant is hij eigenlijk iets te groot als je hem zeg maar dus zo zou doen. Maar het kan op zich wel. Je kan hier al je kleding heb je nog een heel klein beetje aan de bovenkant. Maar ik heb hier natuurlijk ook nog de kleintjes. Oh ja, deze past perfect gewoon hierin. En dan kan je deze hierboven doen. Dus dat past eigenlijk. Dus dat is wel heel erg mooi. En natuurlijk hetzelfde aan deze kant. Deze twee passen hier wel echt perfect zo mooi boven elkaar. Je hebt eventueel nog wat ruimte aan de zijkant waar je nog wat andere dingetjes kan doen. En deze zijn dan zo lekker plat. Dus daar moet je ook echt wel platte spullen in doen. Maar dat blijft dan wel lekker compact, zodat je die heel goed kan stapelen. En die passen ook... Oh, deze koffer past echt perfect zo. Dus zoals door de breedte. En dan heb je ook nog eventueel deze of die. Die erboven kan of hier of daar. Dus ik denk dat dit wel heel erg leuk is en handig om mee te spelen.
En zo kan je ook lekker georganiseerd blijven. Nou, dat waren alweer mijn geshopte spulletjes van AliExpress. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik zoal heb geshopt. Laat me vooral even weten of je vaker zo'n shoplog wilt zien. Want stiekem heb ik eigenlijk alweer een nieuwe wishlist gemaakt op AliExpress. Met allemaal dingetjes die ik ook zou willen hebben. Ook weer echt een selectie van alles. En ik hoop ook echt dat de bestelling waar ik dus nog op wacht, een hele mooie zonnebril, dat die ook nog binnenkort komt. Want ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit ziet en of die een beetje kwalitatief goed is. Dus ja, laat me eventjes weten welk item uit deze shoplog jij het leukste vond. En of je ook wel eens shopt bij AliExpress. Lijkt me heel erg leuk om te weten. Mocht je ook nog tips hebben over wat ik echt zou moeten kopen daar en wat een hele goede deal is, laat het even achter in de comments. Vergeet ik zeker niet om je te abonneren op ons kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei!